Ik ben het geld.
Welkom. Hierbij open ik deze bijzondere zitting van de examencommissie van de geneeskundeopleiding van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences. En graag stel ik aan u voor, hier als eerste rechts van mij, mevrouw Linda Brandt, de voorzitter van studievereniging PULS. Daarnaast, dus één plekje verder, zit dokter Judith Siebe, de programmacoördinator van de opleiding geneeskunde. En ikzelf ben dokter Kitty Kleutjes en ik ben voorzitter van de examencommissie geneeskunde. En ik moet zeggen, als ik hier zo zit, dan heb ik een déjà vu gevoel. Want heel veel van jullie heb ik 4 of 5 jaar geleden gezien, ontmoet tijdens de open dag. En een heleboel kandidaten heb ik zien zweten en heel actief gezien tijdens de selectieprocedure voor geneeskunde. Dus ik vind het ook voor mijzelf in ieder geval heel bijzonder dat ik zowel betrokken ben geweest bij jullie toelating tot de opleiding, als dat ik nu deze diploma's mag uitreiken en heb mogen ondertekenen. Dus ja, iets een bijzondere plaats nu voor mij. Nou, de examencommissie heeft het besluit genomen om vandaag aan 210 kandidaten het bachelorgetuigschrift toe te kennen. En in deze sessie verwelkomen wij 62 kandidaten en hun genodigden hier in de Maastrichtzaal. Daarnaast is deze sessie te volgen via livestreaming. En graag wil ik ook hen die de diploma-uitreiking op afstand bekijken van harte welkom heten. Om het bachelordiploma geneeskunde te mogen ontvangen heb je 180 studiepunten behaald. Je hebt minimaal 12 voortgangstoetsen en vele blok- en clustertoetsen gemaakt. Meerdere opdrachten en tenminste 3 CATS geschreven. En het communicatie en reflectie en het klinische vaardighedenonderwijs met goed gevolg afgesloten. En last but not least, door middel van het portfolio hebben jullie gewerkt aan je analyse- en reflectievaardigheden. Kortom, jullie hebben heel wat hordes moeten overwinnen. En waarbij een aantal hordes vanwege de COVID-19-pandemie en de beperkingen die dat oplegde aan het onderwijs en de toetsing extra uitdagend waren. Jullie lichting, hebben echt met alle mogelijke aanpassingen te maken gehad. Uitstel van toetsen, formatieve toetsen die het daarop volgende jaar gecompenseerd konden worden. Onder surveillance met zowel Blackboard Collaborate, met Zoom en met Proctorio. Echt heel veel hordes die jullie hebben moeten overwinnen. Ook zijn jullie gepokt en gemazeld in zowel het online, on-site als hybride onderwijs in de onderwijsgroepen. Gelukkig zijn jullie veerkrachtig gebleken en hebben velen van jullie naast het afronden van de bachelor ook een steentje bijgedragen in de zorg, bij de GGD of in jullie eigen omgeving. Zeker een extra applaus waard. Het behalen van het bachelordiploma geneeskunde is niet alleen het bewijs van het succesvol afronden van deze bacheloropleiding, maar het vormt ook de toegang tot de volgende fase, de masterfase van de opleiding tot arts. En een aantal van jullie is al ondergedompeld in het klinische werkplek leren. Anderen staan te popelen om de eerste stappen als co-assistent te zetten en een paar anderen hebben weer gekozen om nog even een paar maanden rust te nemen of te gaan reizen. Maar voor iedereen, in ieder geval van deze plek, al heel veel succes in de master. En dan vraag ik nu jullie aandacht voor de toespraak van dokter Judith Siebe, de bachelorcoördinator van de opleiding geneeskunde. Beste studenten, of liever gezegd, beste bachelors of science, want dat zijn jullie nu. Beste ouders en andere familie en vrienden hier aanwezig, wat leuk dat jullie erbij zijn vandaag. En hartelijk welkom ook aan iedereen die op afstand met deze ceremonie meekijkt via de livestream. Mijn naam is Judith Siebe. Ik werk als universitair hoofddocent bij de afdeling anatomie. En daarnaast ben ik de programmacoördinator van de bachelor geneeskunde. En ik voel me vereerd dat ik op deze bijzondere middag namens de opleiding tot jullie mag spreken. En als ik hier nou zou staan om een college te geven over mijn eigen vak, dan zou ik dat gewoon uit de losse pols doen. Maar voor deze speciale gelegenheid heb ik toch even mijn tekst op papier gezet. Daarmee wordt het zowaar dan toch ook nog een heuse toespraak. Graag wil ik mij nou, uiteraard zou ik zeggen, in het bijzonder tot jullie, de studenten, richten.
Zijn we er al bijna? Vroeg kleine draak. Grote panda glimlachte. Ik hoop van niet. We gaan geen sprookjesboeken voorlezen, maar dit is een citaat uit het boek Grote panda, kleine draak van James Norbury. Misschien ken je het. Ik vond het wel toepasselijk bij deze dag. Ik zal jullie uitleggen waarom. Als jullie straks deze zaal verlaten, dan hebben jullie allemaal je bachelordiploma in de hand. En dat diploma markeert dat je halverwege je opleiding tot arts bent gekomen. Misschien zijn voor jou die eerste 3 jaar voorbijgevlogen. Ik weet niet precies hoe jij het hebt beleefd. Of misschien duurde het je juist allemaal veel te lang. Hoe dan ook, dit diploma staat voor 3 jaar lang hard werken. De coronatijd was geen gemakkelijke periode daarin. Niet voor jullie als studenten. Eerlijk gezegd, ook niet voor ons als docenten. Maar samen hebben we er met elkaar het beste van gemaakt. En wat hebben we veel geleerd? Wij even goed als jullie. En ondanks alle hindernissen, dokter Kleutjes noemde er zojuist al een aantal op, is het jullie gelukt om door te zetten en de bachelor met goed gevolg af te ronden. Je mag trots zijn op wat je tot nu toe hebt bereikt. En ik en met mij het hele docententeam van de bachelor, wij zijn dat in ieder geval wel. Wij zijn hartstikke trots op jullie. Jullie hebben laten zien dat je je kunt aanpassen aan en meebewegen in onzekere en wisselende omstandigheden. Dat was niet om altijd makkelijk, maar het is wel een competentie die je straks in het werkveld ook hard nodig zult hebben. Jullie zijn hier alvast aardig in getraind. Dus wie weet heeft heel die coronatijd ook nog wel iets van een silver lining in zich. Dat lijkt mij in ieder geval een mooi positief idee om mee te nemen naar de toekomst. En over die toekomst gesproken, de meeste van jullie zijn inmiddels begonnen aan de master of zullen daar binnenkort mee starten. En dat is weer een hele nieuwe fase in je opleiding. En daarvoor wil ik je meegeven, vind je eigen passie voor het vak, haal de beste arts uit jezelf die jij maar kunt worden en blijf leren en inspelen op wat de situatie van je vraagt. Dus, zijn we er al? Ik hoop van niet. Ik wens jullie veel succes, inspiratie en plezier toe voor de kooschappen of voor welk ander pad je nu ook gaat volgen. En wellicht treffen we elkaar nog eens tijdens de terugkomdagen. Voor vandaag wens ik jullie een feestelijk vervolg van deze dag toe en geniet ervan. Proficiat. Ja, en ik blijf meteen heel even staan om uit te leggen hoe we de diploma-uitreiking in zijn werk gaat. We gaan het volgende doen. Zometeen wordt je één voor één jullie namen opgenoemd. En dan kom je naar voren. Dan ontvang je een groot applaus van ons allemaal. Dan meld je je bij dokter Kleutjens om je diploma in ontvangst te nemen. Ondertussen zal Linda iets over je vertellen en komt er een foto achter op het beeld. We hebben jullie zelf gevraagd om daar een foto en een tekstje voor aan te leveren. En niet iedereen heeft dat gedaan. Dus dat alvast even als disclaimer. Als het er niet is, ligt dat niet aan Linda of aan ons. Vervolgens vervolg je je tour door deze zaal naar dat hoekje daar. En zo mag je bij mij een roos in ontvangst komen nemen. En ook al even misschien overbodig om te zeggen, maar ik wil het toch nog even benadrukken. We gaan geen handen schudden. De meeste van jullie staan morgen weer in de zorg. Wij ook hebben allerlei taken in en rondom de zorg en het onderwijs. Dus vandaar dat we dat nog even niet doen. Als je je roos hebt ontvangen en je diploma, dan mag je daar bij die banner komen poseren. Er wordt er nog een mooie foto gemaakt. En daarna keer je terug naar je plek. Ondertussen roepen we alvast de volgende kandidaat op. We gunnen iedereen eigen persoonlijke moment of fame, maar we moeten ook een heel klein beetje de klok in de gaten houden. Dus laten we, en dat is met name ook aan familie en vrienden hier gericht, 1 applaus per persoon bij het oplopen. Ja? Het applaus voor de volgende is dan meteen ook voor degene die terugkeert. Dus op die manier maken we er een mooi dynamisch teamwork van. Ja? Oké, we gaan het eens proberen zo. Ja, ik heb nog 1 praktische toevoeging. Dat is voor het fotomoment. Ik ga jullie dadelijk de diploma's opengevouwen aangeven. En als je die nou ondersteunt met 1 hand en dan hier de roos voor de banner, dan krijg je echt de meest prachtige foto's. Nou, ik ga beginnen.
met het diploma uit te reiken aan twee kandidaten die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Jullie hebben allemaal een ongelooflijk grote prestatie geleverd. Maar het is twee kandidaten gelukt om het bachelordiploma cum laude te halen. Dus die vraag ik nu als eerste naar voren. En daarna gaan we in groepen van 20% tot 25% studenten de overige diploma's uitreiken. En met af en toe een speech of een luchtig moment ertussen. Dus dan weten jullie een beetje hoe het komende half uur, drie kwartier eruit ziet. Dan wil ik nu beginnen met de uitreiking van het diploma, dus cum laude behaald, aan Jenna Beijers. Ik heb de afgelopen 3 jaar heel veel geleerd en ik heb de bachelor dan ook met veel enthousiasme afgerond. Ik heb gedurende mijn studie veel leuke nieuwe mensen leren kennen en samen een hele leuke tijd gehad. Ik ben afgelopen september gestart met mijn co-schappen en ga deze nieuwe fase met hetzelfde enthousiasme tegemoet. Oh ja. Wie moet er klikken? Op het. Ja, daar ben je. Ja, 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 daar is ze. Zal ik aan de staan? Sorry, maar goed dat we even proefdraaien. En Jill, je hebt je extra moment of fame. Je hebt je extra moment of fame gekregen. Volgens mij hebben we het nou. Ja, ik ga hier staan. Goed. Ja, komt helemaal goed. De volgende, dus ook cum laude, is Jill Schalei. Eindelijk het eerste diploma binnen. Dat is toch wel even winnen. Op dit moment loop ik mijn keuzecoachschap op de orthopedieafdeling in het Amphia ziekenhuis in Breda. Veel succes voor iedereen. En nu hebben we dus de gewone, prachtige bachelordiploma's. De eerste is voor Janne aan de Kerk. Afgelopen 3 jaar heb ik met veel plezier de opleiding geneeskunde gevolgd. En ik heb veel mogen leren. Ik ben trots hier vandaag te staan om mijn bachelor in ontvangst te nemen. Ik kijk ernaar uit om eind januari te beginnen met mijn eerste co-schap beschouwend in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Tijmen van den Berg. Ik heb genoten van de afgelopen jaren in Maastricht. Ik heb hier veel vrienden gemaakt en ook veel beleefd. In mijn bachelortijd heb ik veel geleerd. Niet alleen binnen de studie, maar ook in alles wat er op kamers wonen met zich meebrengt. Ik ben met veel zin aan mijn co-schap begonnen en ik hoop uit te groeien tot een succesvolle kinderarts. Celine Kares. De eerste helft zit erop. De afgelopen 3 jaar zijn voorbij gevlogen. Ik heb onwijs veel geleerd en veel leuke mensen ontmoet, zowel persoonlijk als via Zoom. Ik heb zin om de theorie van de afgelopen jaren om te zetten in de praktijk tijdens de master. Treintje Korsjens. Deze week ga ik beginnen met mijn eerste co-schap scheidend in het Laurentius in Roermond. In oktober ben ik een maand gaan reizen naar Singapore en Maleisië. Wat ik later precies wil gaan doen, weet ik nog niet. Maar dit zal ik in de komende 3 jaar gaan ontdekken. Ik heb veel zin om te beginnen met de co-schappen. De volgende is voor Niels Kortenraad. Iedereen bedankt voor de afgelopen 3 jaar. Ik denk dat we met de co-schappen allemaal een leuke periode tegemoet gaan, waarbij we veel gaan leren en zullen ontdekken waar onze passies liggen. Ik hoop dat ik nog zoveel mogelijk van jullie tijdens deze periode en erna zal zien. Stijn Kroes. Ik heb een superleuke tijd gehad tijdens mijn bachelor. Voordat ik met mijn co-schappen ga beginnen, ga ik eerst 3 maanden naar Curaçao om stage te lopen in het ziekenhuis.
Sverre Krombach. Toen ik net begon, twijfelde ik over alles wat ik deed. Nu nog steeds. Fleur de Neer. Geneeskunde kun je bijna in iedere grote stad in Nederland studeren. Ik heb voor Maastricht gekozen, omdat ik me direct thuis voelde. Maastricht is een prachtige oude stad, dicht bij de natuur. Deze bijgevoegde foto is genomen op 10 minuten lopen van mijn kamer af. Na 3 jaar bachelor ben ik nog steeds heel blij dat ik voor Maastricht gekozen heb. Floor van Dommelen. Ik heb enorm van mijn bachelor genoten en ik kijk ontzettend uit naar de masterfase. Sam van Dorsten. Geneeskunde is een marathon, niet een sprint. Halfway there allemaal. Nicolas Eersels. Ik kijk met een warm gevoel terug op 3 mooie jaren waarin ik veel heb mogen leren en veel lieve mensen heb leren kennen. Op dit moment help ik nog bij wetenschappelijk onderzoek naar vroeggeboorte, maar ik heb nu al ontzettend veel zin om in december te beginnen met mijn co-schappen in Zuiderland. Mirna van Enkevoort. Heel wat collegegeld armer, maar wel een tweede bachelor en een leuke studententijd rijker. Leon Etzema. Ik deed geneeskunde met 2 vingers in mijn neus. Maar ik was vergeten dat ik net een touché had gedaan. Irme Fransen. De weg naar mijn bachelor was niet altijd gemakkelijk. Maar daardoor heb ik er juist zoveel van kunnen leren. Ik heb zin om de theorie van de afgelopen jaren in de praktijk te brengen tijdens mijn co-schappen. En ik ben benieuwd of mijn interesse in neurologie hierdoor wordt versterkt. Jennifer Freeriks. Na eindelijk de bachelor gehaald te hebben, ga ik eerst werken en reizen tijdens een tussenjaar. En vervolgens starten met co-schappen. Lieke Garenveld. Ik kijk met veel plezier terug op de bachelor, maar ook met goede moed naar de toekomst. Indira Geert. Na 3 jaar eindelijk een diploma. Ik kan u zeggen dat ik goed ben in het beantwoorden van vragen over klachten en pijntjes van familieleden en vrienden. Bedankt voor de leerzame jaren en ik kijk ernaar uit om jullie als collega in de toekomst tegen te komen. Maud Gillissen. Gefeliciteerd, Maud.
Maarten Govaert. Ik kan terugkijken op een leuke bachelor waar ik veel gezellige mensen heb leren kennen. Ik wens iedereen veel succes en plezier voor de toekomst. Roger de Groot. Tijdens de studie heb ik veel leuke mensen leren kennen en ik wil iedereen succes wensen met de koosschappen. En vergeet niet, het leven is als een reflexhamer. Soms sla je raak en soms sla je mis. Maar als je het blijft proberen, zul je sowieso een keer raak slaan. Dan wil ik nu graag jullie aandacht vragen voor de toespraak van Linda Brandt. Zij is de voorzitter van de studievereniging PULS. Ja, goedemorgen allemaal, familie, vrienden, mensen achter het scherm thuis. En vooral goedemorgen aan alle afgestudeerde bachelorkandidaten. Voor degenen die mij nog niet kennen, zoals jullie net hebben gehoord, ben ik Linda en ik ben de voorzitter van PULS. Ik heb de eer om op deze speciale dag een korte toespraak te houden namens de studievereniging. Het is voor mij extra speciaal om hier voor jullie te mogen spreken op deze bijzondere dag. Zoals de meeste studenten hier in de zaal ben ik zelf ook 3 jaar geleden begonnen aan de studie geneeskunde. Het is voor mij dus extra speciaal om mijn eigen jaargenoten toe te mogen spreken. Jullie zien er allemaal echt prachtig uit. De meeste van jullie ken ik wel. Ik vind het dan ook echt leuk om jullie hier allemaal te zien vandaag. 4 jaar geleden maakten jullie de keuze om te gaan studeren in de mooiste stad van Nederland, Maastricht. Ook 4 jaar geleden kwamen jullie door de selectie heen. De eerste kennismaking met de geneeskundestudie. Na 2 rondes van de selectie, met ontelbare uren aan zenuwen, kregen we allemaal de mail. Gefeliciteerd, je bent toegelaten tot de bachelor geneeskunde. 3 jaar geleden liepen jullie de faculteit voor het eerst binnen voor een onderwijsgroep. Hier kregen jullie de vraag die iedereen al heel vaak heeft gehoord. Wat voor een dokter wil jij worden? Om voor mezelf te spreken, ik ging naar huis met de gedachte, ik heb geen idee. Nu, 3 jaar later, sta je voor een nieuwe uitdaging. Een nieuwe stap in je leven, waarbij je na de eerste dag opnieuw kunt zeggen, ik heb geen idee. Jullie staan allemaal op het punt om aan het avontuur van jullie master te beginnen. In de afgelopen 3 jaar hebben wij samen best wel wat meegemaakt. We waren de laatste groep studenten die normaal mocht beginnen aan onze bacheloropleiding. De groep die het eerste half jaar niet alleen van de on-campus lessen heeft mogen genieten, maar ook de groep die van het plezier van Maastricht heeft mogen genieten. Jaar 1 was naar mijn mening best wel een goed jaar. Na een soms wat moeizame start met in het begin uitzoeken wat je nou daadwerkelijk wel en niet moet studeren, hadden wij best wel wat vrije tijd om te genieten van Maastricht. Het was een geweldig jaar waarin vriendschappen zijn gemaakt, waarin we hebben genoten van feestjes en de dag erna hebben genoten van heel veel koffie. We ontdekten hoe geweldig het was om in de tentamenweek in de bibliotheek te studeren. Ook al zijn tentamenweken niet de beste weken, de praatjes tussen het studeren door zijn dat wel. Jaar 1 heeft ons veel moois gebracht en ons, als lichting die hier voor mij zit, een geweldige lichting gemaakt. Maar na 6 maanden studeren, waarin we allemaal eindelijk begrepen wat we aan het doen waren, kwam de klap. Een gewone week veranderde in de week dat de universiteit moest sluiten vanwege die pandemie. Van gezellig met elkaar op de faculteit, naar iedereen zien op een beeldscherm. Vanaf dat moment hebben we 2 jaar samen online lessen gevolgd. Een tijd waar iedereen zich doorheen heeft geworsteld. Online lessen waar we in het begin allemaal aan moesten wennen. Van Zoom tot Proctorio, van college tot practica's, echt alles was anders. We volgden 2 jaar onderwijs in een online omgeving en toch vergaden we alle kennis die nodig is om de bachelor af te ronden. Ik vind dat best wel verbazingwekkend. We gingen van een leuk sociaal leven in een prachtige stad naar zitten achter onze computer in ons bed in onze pyjama. Jaar 2 was dan ook een moeilijk jaar waarin we met veel onzekerheid leefden. Maar jaar 2 was ook het jaar waarin we ons voor het eerst als een dokter begonnen te voelen. In plaats van te weten hoe het lichaam werkt, leerden we wat er gebeurt als het niet werkt. We mochten voor het eerst de kennis uit jaar 1 toepassen op de ziektebeelden. Enorm leuk om te merken dat we allemaal een stapje dichterbij het arts zijn kwamen. Hoewel het een moeilijke tijd was en de motivatie soms ontbrak, hebben we veel geleerd. Terugkijkend was dit ook wel een bijzondere tijd. We maakten een avondklok mee en feesten die normaal tot 6 uur 's nachts duurden, waren opeens maar tot 12 uur 's nachts. Er waren weken zonder vrienden of zelfs zonder familie. Het was zeker niet makkelijk, maar iedereen heeft zich echt door deze tijd heen gewerkt. Maar we kijken niet alleen terug op een tijd met veel online lessen. Ook om een tijd van opluchting. Vorig jaar hoorden we de verlossende woorden van de regering.
we mochten terug naar de campus. Wie had 3 jaar geleden gedacht dat wij allemaal zo blij zouden zijn met de woorden dat we terug naar school mochten? Jaar 3 was het beste jaar van allemaal. De hoeveelheid anatomie uitsluitend, want die hebben we allemaal in jaar 1 en 2 toch echt niet genoeg geleerd, was het echt geweldig. Het laatste jaar van onze studie genoten we allemaal met praten met echte patiënten. Het naast elkaar zitten in collegezalen en al het moois dat de universiteit en het studentenleven te bieden heeft. De vraag hoe lang deze pandemie zal duren is weer veranderd in wat voor een dokter wil jij worden? Laten we eerlijk zijn. Het antwoord na 3 jaren bij velen van ons is onveranderd gebleven. Ik heb geen idee. Maar hoe leuk is het om over de toekomst na te denken? Je komt nu in een fase om het antwoord op de vraag wat voor een dokter wil jij worden te onderzoeken. Het voelt nu alsof de wereld nooit heeft stilgestaan. Alsof we nooit van de universiteit zijn weg geweest en alsof we elkaar niet lang hebben hoeven missen. We staan weer in de kroeg met elkaar tot in de late uurtjes. We knuffelen elkaar en zien elkaar dagelijks. Dit is een lange tijd natuurlijk anders geweest. Maar laten we de gelegenheid aangrijpen en blij zijn dat we hier naast elkaar kunnen zitten. Als je links van je kijkt en rechts van je kijkt, zie je nu niet alleen je vrienden, maar ook je collega's zitten. En dat hebben jullie allemaal samen gedaan. Beste studenten die hier voor mij zitten, jullie mogen trots zijn op jullie doorzettingsvermogen en motivatie. Ieder van jullie heeft wilskracht getoond om de bachelor af te ronden. Ik weet zeker dat jullie je masterdiploma, van welke studie dat ook mag zijn, zullen halen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van jullie zijn passie zal vinden. Met hard werken, vertrouwen en plezier komen jullie er wel. Ik kijk ernaar uit om te zien waar ieders pad hen brengt. Beste allemaal, ik ben ontzettend trots op jullie en jullie mogen ook ontzettend trots zijn op jullie zelf. Lieve jaargenoten, lieve allemaal, gefeliciteerd en veel succes met de rest van jullie carrière. Ik heb hem een knopje geduwd. Hoe moet je weer aan? Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ach ja, nou, geweldig. Ja. Kijk, we zijn er weer. We zijn op de goede plek. Ja, we zijn op de goede plek. Ja. Nou, zoals jullie zien zijn onze docenten echt van alle markten thuis. We gaan nu verder met de volgende serie diploma-uitreikingen. En de eerste is Jordan Habert. Wielrennen en geneeskunde was niet altijd een gemakkelijke combinatie. Toch kan ik zeggen dat ik van de afgelopen 3 jaar heb genoten. Waar geneeskunde hier voor mij ophoudt, gaat de sport nog steeds verder. Ik wens iedereen veel succes met zijn verdere carrière en ik hoop dat ik jullie niet meer tegenkom. Tenminste, niet in het ziekenhuis. Danique van Harren. Na het afronden van mijn bestuursjaar kijk ik er enorm naar uit om te starten met mijn co-schappen en zo mijn opgedane kennis van de afgelopen jaren in de praktijk uit te voeren. Atifa Haidar. En ik hoop dat ik... Met veel plezier blik ik terug op de afgelopen 3 jaar. De mooie ervaringen die ik heb opgedaan zullen mij vormen tot de arts die ik wil worden in de toekomst. Ik kijk uit naar mijn co-schappen waarin ik zal worden opgeleid tot een volwaardig arts, zodat ik iets kan betekenen voor mijn medemens. Brendan Halmier. Na 7800 kilometer verhuizen, een jaar biomedische wetenschappen, 3 jaar geneeskunde en een tussenjaar vol mooie belevingen is het tijd voor de co-schappen. Mijn interesse ligt bij de kindergeneeskunde, maar ik ga met een open blik de co-schappen in. Ik wil mijn plantjes, familie, vrienden en God bedanken voor alle steun. Succes allemaal. Misschien is het wel op zijn plaats. Niet alle namen zijn even makkelijk voor mij om uit te spreken. Dus als ik een fout maak, corrigeer me gerust. Helmeijer. Sorry. Zie je? Precies op het juiste moment en goed gecorrigeerd, dankjewel. Dus doe dat gerust als ik nog een keer in de fout zou gaan. Ik hoop het niet, maar het kan gebeuren. Het volgende diploma is voor Pim Hermans.
Toen mijn vader vroeger zei dat je studententijd de leukste tijd van je leven is, had hij niet gelogen. Mooi man. Aan iedereen van harte gefeliciteerd en succes met de kooschappen. Anna van Herwijnen. Koen Huismans. Na een andere studie en een aantal jaar werken in een ander vakgebied, toch de knoop doorgehakt om nog geneeskunde te gaan studeren. Ik ben nog altijd heel blij met deze keuze. Al heel veel leuke mensen ontmoet in de bachelor en nu op naar nog 3 leuke jaren kooschap. Nou, een kleine toevoeging. Dat is niet helemaal goed gegaan in onze opzet. Ik wil er extra bij vermelden dat ook Koen zijn diploma cum laude heeft behaald. Femke Jansen. Verhuizen van Vinkeveen naar Maastricht was een enorme stap. Maar wel één waar ik nog geen seconde spijt van heb gehad. Alweer 3 jaar, enkele stukjes fly en oneindige treinreizen verder sta ik aan de start van een nieuw avontuur. Het begin van de kooschappen. Ik wens alle koos veel succes in het nieuwe hoofdstuk van de studie geneeskunde. Frank Joosten. Mijn beste herinneringen aan de studie zijn de gezellige momenten met medestudenten. Daarnaast heb ik enorme leuke tijd gehad bij de atletiekvereniging, waar ik ook een bestuursjaar gedaan heb en verschillende commissies heb ondersteund. Irene de Kok. PULS en AFMSC Maastricht hebben mij geholpen mij te ontwikkelen in vaardigheden en zelfvertrouwen. Van normaal lid, via commissievoorzitter, naar lokale penningmeester en nu klaar voor en net begonnen met het volgende avontuur. Komend jaar ben ik de voorzitter van AFMSC NL. Even iets anders voor het beginnen van de kooschappen. Nicole Krijgsveld. Mijn geneeskundestudietijd was niet bepaald volgens het boekje. Roeien en studeren werkte uiteindelijk alleen samen door de geweldige hulp van een aantal docenten en medewerkers. Met vooraan mijn mentrix Marcia Verheggen. Geneeskunde gehaald, World Cup, onder 23 WK, Nederlands kampioen. Dank aan alle die mij hebben geholpen. Ismaël Koert. Ik wil graag iedereen bedanken en wens alle medestudenten veel succes met hun vervolgopleiding. Julia Lagarde. Na 3 mooie jaren mag ik vandaag mijn bachelordiploma in ontvangst nemen. Ik kijk terug naar een leuke en mooie tijd waarin ik nieuwe vriendschappen heb meegemaakt. Ik ben benieuwd wat de kooschappen en daarmee mijn toekomst gaan brengen. Julie Lim. Lim, sorry. De afgelopen jaren in Maastricht waren top. Van Maastricht Science Program tot geneeskunde, de dansvereniging en een hoop bijbaantjes. Nu alweer halverwege de opleiding.
Ik ben benieuwd naar de komende jaren. Maar eerst neem ik nog wat tijd om te reizen. Veerle Meijer. Ik heb de afgelopen 3 jaar als zeer leerzaam, maar ook vooral als leuk ervaren. In de toekomst hoop ik dat patiënten mij als luisterend oor zien. Ik wil iedereen veel succes wensen tijdens de koosschappen. Romy Michon. Ik heb erg genoten van mijn studententijd, heb vrienden voor het leven gemaakt en ik kijk er naar uit om te zien wat de toekomst me te bieden heeft. Kwian Moussati. De afgelopen jaren als student van de Universiteit Maastricht waren erg mooi. Ik heb veel leuke ervaringen mogen opdoen en nieuwe mensen leren kennen. Ik kijk uit naar de volgende stap in het worden van een arts. En ik hoop dat ik in de komende jaren dat kan combineren met mijn passie voor reizen en fotografie. Eliane van Nuland. Brechtje Pelen. Toen een vriendin van mij vroeg of ik mocht toegevoegd worden aan de nieuwe appgroep, kreeg ze het antwoord: is dat niet het meisje met de rolschaatsen? Professoren vonden het gelukkig grappig dat ik op skates de lezingzaal binnenkwam, met soms ook nog eens een klimtouw. Samen met de foto is dat wel echt wie ik ben, fanatiek en energiek. Brechtje is een ITM-student en door omstandigheden heeft zij de ITM-diploma-uitreiking die vorige week heeft plaatsgevonden niet kunnen bijwonen. Nu is het bij de ITM, omdat dat een hele kleine groep is daar het gebruik dat de mentor nog een speciaal bericht uitspreekt voor de student. Dus dat wil ik nu in plaats van de mentor van Brechtje doen. Ik heb de tekst net gekregen, ik heb hem niet kunnen oefenen, dus vergeef me bij voorhand eventuele fouten. Dus dit is de tekst van haar mentor Rikus. Dear Brechtje, with this message, a heartfelt and warm congratulations on your bachelor's degree. You are well on your way in the master phase now, but I'm pleased that you get to celebrate this day with your peers. It was my pleasure to be your mentor, and I greatly enjoyed our interactions. I loved reading and talking with you about your varied experiences. I enjoyed your critical questions, and I admire your ability to work with feedback. Your bachelor phase included successes and some challenges, and you showed great courage and dynamics in navigating your way through them. I take my hat off for the way you scaled the walls, not only those of your beloved rock climbing, but also those that life chose to put in your way. You focused, persisted, and you succeeded. Please keep going in this way. So, I would like to thank you for being my mentor student. I learned a great deal from you, and I wish you the very best with the rest of your studies, also with your career ahead. Thankfully, you know where I work, so for now I will say, see you soon, Rikus. Mees Peters. In het bijzonder wil ik Diede bedanken, waarmee ik samen de bachelor heb overleefd. De komende 3 jaar ben ik nog niet van eraf, gezien we samen het koospoor Vicurie gaan volgen. Ik ben benieuwd wat de toekomst zal brengen. Waar precies zal ik blijken? In Venlo of misschien wel Maastricht, maar het liefst wel in het mooie Limburg.
einde van deze serie uitreikingen. En dan wil ik graag nu jullie aandacht vragen voor de toespraak van dokter Ben Jansen. Hij is universitair hoofddocent bij de vakgroep farmacologie. En jullie hebben hem meerdere malen gezien in jullie bacheloropleiding. Dat dacht ik ook. Dus de floor is yours. Nelly. Goed. Nou. Ja, dat ben ik. En ik ben de pillendokter, de pillenman, de pillendocent. En jullie gaan me nog natuurlijk vaker zien, maar daarvoor ben ik niet hier vandaag. Ik kom jullie feliciteren. En dan moet ik dat ding... Moet ik nou wel doen? Dan moet ik even hier toch staan. Ik doe het zo. Ik kom jullie feliciteren namens alle docenten. En dat ook van harte gemeend. En bij mijn felicitaties wil ik ook jullie ouders betrekken. Die hebben natuurlijk vooral financieel ondersteund. Ze zullen vandaag de beurs ook nog een keer trekken als jullie uit gaan eten. Maar dat hoort er allemaal bij. Dat hoort bij het vieren van zo'n feestje. Maar jullie hebben de eerste stap gezet. Maar jullie zijn nu allemaal gaan jullie werken aan competenties. En er is er eentje die ik toch even nog de aandacht waar ik jullie aandacht voor wil vragen. En dat is de competentie van Global Health Advocate. Want er is natuurlijk veel te doen. De klimaatconferentie die is nu. En wat er gaat gebeuren, is dat er denk ik toch de jeugd, die wordt steeds meer heeft climate anxiety. Mensen zijn bang. Er is een heel groot interview geweest en een grote studie geweest van die 10.000 jonge mensen. 75% geeft aan dat ze toch wel erg bezorgd zijn. En alle kinderen die geboren worden, die zullen daarmee te maken hebben. En wat eigenlijk misschien wat ergste is, onze dokters zijn er helemaal niet op voorbereid. Jullie hebben er bijna helemaal niks over gehad, over het curriculum. Dus dat gaan we vandaag nog eens eventjes inhalen. En wat gaan we dan doen? Ja, jullie moeten straks heel veel aan preventie doen. En onze kinderen, die geboren gaan worden, ja, die stoten ook allemaal troep uit, stikstof uit en alles. En de vraag die ik vandaag met jullie wil beantwoorden, moeten wij, we hebben zoveel dieren, die stoten allemaal stikstof uit, dat is te veel. Maar moeten wij misschien ook iets gaan doen? En moeten onze kinderen, als ze geboren worden, maar eens iets gaan geven? En daardoor dragen we ook een steentje bij zelf aan het klimaat. Hoe gaan we dat doen? We gaan eens een quiz doen. Iedereen die mee wil doen, die moet gaan staan. En dan ga ik dadelijk een vraag projecteren. Dan krijg je 4 antwoorden, A, B, C, D. En dan denk ik, goh, ik weet het. En als je het goed hebt, dan mag je blijven staan. Als je het fout hebt, dan ga je gewoon zitten. En dan moet je natuurlijk wel even eerlijk in je hart zijn als je dat doet. En eens kijken of 1 tegen 100 zo'n beetje, of 1 tegen 300, of er iemand kunnen wegspelen. En of er een paar van onze succesvolle kandidaten hier blijven staan. Maar ik zou het ook wel heel fijn vinden als een paar ouders horen blijven staan. Dat zou ik toch ook wel... En het is een spel om de eer. En degene die het wint, die stuurt mij een e-pas... dingetje aan, dan krijgen jullie van mij een enorme fijne laudatio daarover. Ja, gewoon goed te gaan. Iedereen doet mee. Dus je gaat staan. Ja. Goed. En nou is de eerste vraag is, even om te oefenen. Het is gewoon even om te oefenen. Dus you know, als je het fout hebt, dan... Dan blijf je nog even gewoon staan. Als je denkt, nou, er komt een meerkeuzevraag, je weet niet wat het antwoord is, wat is dan de beste strategie? Kies dan het antwoord met de langste tekst of met de kortste tekst. Kies altijd C, want dat is het bijna altijd. Of je kiest het antwoord met veel letters E. En er is hier eentje, is echt waar. Nou, dan denk je, nou, ik vind die en die goed. En ik zal het goede antwoord meteen even laten zien. Dat is meestal met een lange antwoord. Dat is, want je moet altijd veel meer omschrijven dan nodig hebt om het echt waar te maken. Ja, dus die C, dat klopt niet. Maar iedereen blijft staan. En dan gaan we nu voor de echt beginnen. Ja, dan gaan we eens kijken. Dit is onze atmosfeer. Heel veel stikstof, N2, zuurstof, O2, waterdamp en een beetje CO2, wat al een beetje gestegen is. Nou, we hebben dus veel stikstof en zuurstof in de atmosfeer, dus ook in de lucht die ik nou inadem. En die zuurstof die nemen we op in de longen en via het bloed gaat het naar de vezels. En die koolzuur, die CO2, die ademen we uit. Maar
is er ook stikstofgas, dat N2 zit dat in ons bloed. Ja, gewoon als N2. Ja, maar voornamelijk als NO2. Ja, maar voornamelijk als N2O. Of nee, er zit geen stikstof in het bloed. Daar mag je even over denken. Helemaal. Maar we hebben niet zoveel tijd, dus je mag me heel kort denken. 3, 2, 1 zeg ik gewoon. En dan is het goede antwoord. Ja, je ademt gewoon op. Goed. Nou zeg. Ja, zo gaat het met onderwijs. Denk je dat je makkelijke vragen... Als je gaat duiken en je komt omhoog, dat is die stikstof die allemaal belletjes in het bloed veroorzaakt. Die gaat dan ook. Dat moet je gewoon echt rekening mee houden. Maar ja, de volgende vraag. Nou, daar zijn we binnen 3 minuten klaar. Is stikstof een geneeskundig instrument? Doet de dokter iets met stikstof? Ja of nee? Ik zie daar geen knik. En daar is een twijfel. En natuurlijk worden vratjes mee weggehaald. Hè? Dat doet dus de dokter ook met stikstof. Ja. Nou... Wij zijn meer dan stikstof. We hebben waterstof, dat is die H. We hebben koolstof, dat is de C. Zuurstof, de O. Stikstof, de N. En dan kan je lichaam uitbouwen. Wij bestaan voornamelijk uit deze elementen. Maar, welk atoom, is het de H, de C, de O en N, draagt het meest bij aan ons lichaamsgewicht? Is dat de H? Daar moet je even over nadenken. Ik zie je nog. Weet je het? Het goede antwoord is natuurlijk, het is wel een stikstofquiz, maar het goede antwoord is dat we 45 kilo zuurstof hebben. Okay. Nou, 2 nog, 3. Mevrouw, u doet ook nog mee, hè? Ja, heel goed, staan blijven, hè? U gaat winnen van die 2. Ja, want we hebben natuurlijk heel veel water. We staan voor heel veel water en H2O, en dan hadden jullie kunnen weten, ja. Nou, je moet stikstof hebben om te groeien. Hè? En dat komt binnen in ons lichaam. Maar hoe krijgen we dat stikstof eigenlijk binnen? Eten we eiwitten, DNA, koolhydraten, vetten? Waar zit dat stikstof eigenlijk in? Is dat de combi eiwitten en DNA, eiwitten, koolhydraten, koolhydraten, vetten of koolhydraten en DNA? Waar zit de meeste stikstof in? Tja. Goed, goede antwoord is eiwitten. He, want daarom eten wij eiwitten. En dan hebben we al een winnaar. Na 4 vragen. Oh, sorry. Oh, ik zie daarachter. Ik teen het licht aan. Heel goed. Ja. Het zijn jouw ouders. Ja. Je pa en je zusje. Nou, laat zo. Sorry, ik had die over het hoofd gezien. Dan gaan we nog even door. Ja. Even, wat zijn eiwitten? Eiwitten bestaan uit aminozuren. En hier zie je een amino, dat gele. Daar zit ook die N in van de stikstof en zuur, COH. Nou, en dan hebben we aminozuren A, B en C. En het lichaam bouwt van die aminozuren, dat zijn onze brokjes, bouwt die eiwitten. En wat doe je dan? Dan haal je H en die HOH weg. Je krijgt je water en dan krijg je zo een eiwitje. Zo bouwen wij eiwitten. En die eiwitten hebben we nodig om te groeien, want die eiwitten zijn onze werkpaardjes in het lichaam. En we hebben 20 van die aminozuren. En daarvan kunnen we er 12 zelf maken. Dus, maar we moeten er 8 moeten we eten, anders kunnen wij niet groeien. Dus dat zijn onze essentiële aminozuren en daarom moeten we eiwit eten. Anders groeien wij niet. Maar hoeveel eiwit hebben we nodig per dag? Is dat 1 gram per kilo, 2, 3 of 4 gram per kilo? Dat zijn denk ik hele simpele vragen voor dokters, maar ja, ze zitten er allemaal. Heb je een idee? Kun je hem herhelpen? Jij dacht 2. Ah, zij dacht 2. Dat dacht ik niet. Ik dacht dat ik dacht 1 is genoeg. En nou heb ik in de maak zo. Ja, maar zal ik hem heel even afmaken dan de quiz? Maar in ieder geval... Jij mag mij, omdat jij, je was de laatste, mag je toch in een e-pasje sturen. Ja. Waar halen we dat eiwit vandaan? Je ziet dit voornamelijk, 60% halen we, de meeste mensen halen dat uit dierlijke eiwitten. En we doen dat heel goed, hè. In 1957
Toen groeiden die kippen heel langzaam, maar we zijn ondertussen meesters geworden in Nederland om die kippen supersnel te laten groeien, maar ook de kalveren en de varkens, daar zijn we heel goed in geworden. En hoe doe je dat? Dan zorg je dat die dieren meer stikstof krijgen. En hoe doe je dat? Stikstof komt normaal in de grond en dat is met bacteriën, er komt ammoniak en dan nitraat. En nitraat dat er groeien, wordt het gras groen van. En dat is belangrijk, want er staat ook een beetje nitriet. En wat wij doen, we willen die koe laten groeien, die moet stikstof krijgen. Die krijgt kunstmest. En wat is kunstmest? Dat is ook stikstof. En H4NO3. Dat zijn ook die nitraten. En als je dat op het gras groeit, dan strooit, dan zie je daar hele groene stukjes. Daar heeft het stikstof. Daar heb je kunstmest gestrooid, anders niet. Misschien heb je het thuis ook eens gezien. En die koeien, die eten heel veel van dat gras. En hoe meer eiwitrijk dat gras is, hoe meer stikstof erin zit, hoe beter dat die groeien. Wie heeft dat allemaal aan toe bijgedragen? DSM. We zijn misschien allemaal langsgekomen en DSM is, hè, we zijn hier Brightlands, is ook allemaal. Daar hebben we het stikstofbindingsbedrijf, zo is die hele grote chemie-terrein is daar begonnen. En we zijn er heel goed in geworden. Als je zo over Europa kijkt, dan zie je daar Nederland, het meest donkerrode stukje, maar een stukje België. Daar zijn we toch kampioen. Dan zeg je, ja, dat bestaat niet, dat stikstof. Ja, ik zou zeggen, dat is een andere opmerking, maar de wetenschap zegt dat we daar wel de kampioenen in zijn. Die koeien, die produceren dan veel melk, maar die eten veel stikstof. En als je dat vertaalt naar mensen, dan zou je toch zien dat als een vrouw borstvoeding zou geven, en die zou dat ook moeten doen, dan zou dat 1, 3, 5 of 7 liter per dag zijn. Dan zou ze 3 liter per dag borstvoeding moeten geven. Zoveel melk produceren, dus die dieren. Nou, dat lijkt me voor de mensen op jaarbasis, zou je 1000 liter, zou je dan zo moeten zo, dat lijkt me, word je helemaal uitgemergeld, denk ik. Dat zou ik een vrouw niet willen aandoen. En stikstof komt binnen via de mond, maar verlaat het lichaam via de. Dan leg ik jullie iets in de mond, maar dat wist je dat het een nier was? Ja, dat is urine natuurlijk. En dan zeg je, de volgende vraag zijn, wat is dan ureum? Een van de studenten? Je zit toch al, dus het kan niet fout gaan. Wie weet het zeker? Wie zei? A? Heel goed. Dat is ureum, ja, heel goed. En dan komen we weer terug bij die Brightlands, de DSM. Die zijn nu, en dat is ook de stikstofinnovaties waar het kabinet naartoe wil, die zeggen, weet je wat, we gaan die kippen, die varkens, die gaan we speciaal voer geven. Dus daar kwam ook dat cartoontje vandaan. En daarmee gaan die dieren minder stikstof uitstoten. Maar dan zeg je, ja, wat is dat dan, dat Rumistar en dat Vevovital? Ik heb dat dus allemaal eens opgezocht en ben eens gaan bestuderen. En daar heb ik een vraagje over gemaakt. Stel dat jullie dat gaan eten, wat krijg je dan? Niks, je wordt niet ziek. Je krijgt te veel suiker en te veel insuline, je nieren worden slecht, of je krijgt encefalopathie, je krijgt te veel stikstof en dan worden je hersenen gaan op tilt daarvan slaan. En je krijgt diabetes, want het is alleen maar, het zet zetmeel om. En het is alleen maar, en dan gaan die koeien meer, die suiker en die planten er meer suiker uithalen, dan hoeven ze minder wat anders te eten. En dat is de truc, maar dat heeft eigenlijk helemaal niks met stikstof te doen. Dat wordt ook weer geen innovatie die het gaat redden. Dus dat denk ik ook niet. Dus, de boodschap van dit verhaal. Hè, we zijn lui, lekker en een beetje verslaafd. En die eiwitten, we laten de dieren de planten eten en eten wij de dieren. Dan is het de meest makkelijke manier, en dat is misschien nog wel lekkers, maar misschien moeten we dat maar minder gaan doen en wat meer de planten moeten eten. En wat is dan de les? Ja, het kabinet zal op eieren moeten lopen. Ik kakel als een kip zonder kop. Of mijn verhaal, nee, daar is helemaal niks van waar. Dat slaan dus een tang in mijn vak. Of ik sprak toch te waren als een koe. En wat zeg je nou? Ga je aan me twijfelen, of niet? Ja, dat zou je bijna zeggen. Ja. Nee, natuurlijk, dit is echt een waar verhaal. En nogmaals gefeliciteerd met het behalen van jullie bachelor. Yes? Nou, heel erg bedankt voor deze waardevolle en ook ludieke les. Waar sta jij nou? Hier. Ja, die.
From current slide erboven. Oh, ja, is goed. Dan zijn we toe aan de laatste serie diploma's. We beginnen met Ann-Sofie Puls. Ik wil in de toekomst een arts worden met oog voor zowel het fysieke als mentale welzijn van de patiënt. Sander Rijmakers. Ik wil iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan een leuke en leerzame bachelor. Nu ik mijn co-schap in het Catharina ziekenhuis loop, voel ik me helemaal op mijn plek. Het is heerlijk om lekker praktisch bezig te zijn en met echte patiënten te mogen werken. Ik kijk uit naar nog vele interessante jaren als co-assistent en uiteindelijk als dokter. Anouk Rensink. Ik kijk met een goed gevoel terug op de bachelor en heb heel veel leuke mensen ontmoet. Ik weet op dit moment nog niet wat ik later wil gaan doen. Dus daar hoop ik tijdens de co-schappen achter te komen. Belangrijkste is gelukkig worden. Jure Rijkenberg. In de afgelopen jaren heb ik met veel plezier de studie geneeskunde gevolgd, waar ik na hard werken nu ook mijn bachelor gehaald heb. Ik kijk terug op een leuke studententijd, waarin ik niet alleen veel mensen heb leren kennen, maar ook zelf als persoon ben gegroeid. Ik ben klaar om met mijn co-schappen te beginnen en heb er dan ook veel zin in. Nikki Rijkhoek. Na al 1 jaar master te hebben gelopen, heb ik eindelijk mijn bachelordiploma binnen. Ik kijk terug naar een leuke en leerzame tijd met vele ups en downs. Toch heb ik mij hier doorheen geslagen en ben met volle moed en goede zin begonnen aan mijn co-schappen. Danique Roelen. Hoi, ik ben Danique, 22 jaar. Ik ben net begonnen met mijn co-schap beschouwend in het Catharina ziekenhuis, waar ik ook de meeste co-schappen ga lopen. Ik kijk ernaar uit om veel ervaringen op te doen in de praktijk en te ontdekken wat bij mij past. Adnan Said. Het was me een grote eer om mijn bachelor geneeskunde in Maastricht te mogen doen. Op dit moment ben ik al begonnen met de master geneeskunde in de Limburgse ziekenhuizen en ik hoop later ook arts in Limburg te mogen werken. Jules Schurgers. Mijn bachelor gehaald. Na 3 jaar theorie kan ik nu eindelijk alle opgedane kennis gaan toepassen in de praktijk. Meer kunnen gaan leren en gaan ontdekken wat er allemaal mogelijk is in de toekomst. Ik heb er ontzettend veel zin in om dit pad verder door te zetten. Nino Siliquini. Ik kan met veel trots zeggen dat ik mijn bachelor heb behaald. Hard werken wordt beloond. Ik ben blij dat ik de theorie in praktijk mag gaan brengen. Afgelopen zomervakantie ben ik met mijn vriend wezen backpacken in Thailand. Een echte aanrader. Heerlijk genoten en tot rust gekomen. Afgelopen september ben ik begonnen aan mijn master geneeskunde. Rosalie Slegers. Afgelopen 3 jaar zijn voorbij gevlogen en ik ben dan ook enthousiast om te zien wat de komende 3 jaar me gaat brengen. Over wat ik later wil worden heb ik nog geen idee. Ik vind eigenlijk alles wel leuk. Jacco Smeet. Ik wil jullie allemaal van harte feliciteren met de bachelor. Veel succes met de co-schappen en alles wat daarna komt. Diede Spetjens.
aan de bachelor heb ik veel plezier beleefd. Hiervoor wil ik Mees bedanken, want we hebben uren gezoomd om te leren, voor de leuk en als het even moeilijk was. Met frisse moed begin ik aan de master en kijk ik uit naar mijn tijd in Venlo binnen Vickery. Succes allemaal met de master. Jelle Speldenbrink. Ik heb het erg naar mijn zin gehad de afgelopen 3 jaar bij de Universiteit Maastricht. De studie werd steeds leuker en de onderwijspolies in het derde jaar geven mij veel zin om aan kooschappen te beginnen. Eerst ga ik dit jaar na 3 jaar topsport roeien met veel mooie ervaringen een bestuursjaar doen bij Saurus. Iedereen veel succes met de kooschappen. Fenna van der Stappen. Lieke van Suzanne. Ik heb heel erg genoten, veel gelachen en vooral veel geklaagd. Celine van Kranenbroek. Jan Verhoef. Vier jaar geleden begon mijn avontuur toen mijn moeder namens mij een bericht op Facebook stuurde naar een student met de tekst: Hoi, ik ben Jan, ik ben 18 jaar, ik ben op zoek naar een kamer en ik wil een mokertje als studentenleven. Inmiddels kan ik zeggen dat dat zeker is gelukt. Judith Verhoeven. Ik wil iedereen feliciteren met het behalen van de bachelor. We hebben het gehaald, ondanks de gekte van de coronapandemie. Zelf kijk ik er erg naar uit om te beginnen met de kooschappen in november. Priska Beken. Ik ben dankbaar voor alles wat ik geleerd en meegemaakt heb tijdens de bachelor. En ik ben benieuwd naar de ervaringen die ik nog zal opdoen in de masterfase. Bibi Wilken. Ik heb het de afgelopen 3 jaar erg naar mijn zin gehad binnen geneeskunde, maar ook in het studentenleven van Maastricht. Momenteel volg ik een master filosofie, bioethics en health aan de VU, om mijn kennis binnen de medische ethiek te ontwikkelen. Toch kijk ik stiekem al uit naar volgend jaar, wanneer ik dan echt ga beginnen met kooschappen. Estelle Zaad. Ik ben Estelle Zaad en ik ben 21 jaar. Inmiddels ben ik gestart met mijn kooschappen in Zuiderland. Op dit moment liggen mijn voorkeuren bij neurologie, kindergeneeskunde en huisartsgeneeskunde. In mijn vrije tijd speel ik graag een potje voetbal, reis ik graag en vind ik het gezellig om met vrienden en vriendinnen af te spreken. Mijn mandje diploma's is leeg. Ik hoop dat iedereen zijn of haar diploma heeft ontvangen. Ik zie geen handen dat het niet geval is, dus dat gedeelte van... Het draaiboek is allemaal goed verlopen. Dan kom ik nu bij de sluiting. En de rest van mij alleen nog een aantal feestelijke en een aantal huishoudelijke mededelingen. De link voor de foto's die vandaag zijn gemaakt, die wordt uiterlijk 4 weken na de diploma-uitreiking door mevrouw Meese van Team Examens naar jullie UM-e-mailadressen gestuurd. Verder wil ik jullie vragen om zo meteen na afloop de zaal via de deur hier beneden, zowel rechts als links van mij, te verlaten. Jullie komen dan in de ruimte waar de borrel wordt aangeboden. En in die ruimte staat ook dezelfde banner als jullie hier rechts zien, ook met ballonnen en alles.
En dan kunnen jullie daar zo meteen naar hartelust foto's maken. Want deze zaal moet zo snel mogelijk leeg, omdat de volgende groep alweer te trappelen staat boven aan de trap. Dan ga ik nu over tot de afsluiting van deze academische zitting. Nogmaals gefeliciteerd. Het gaat jullie allen goed. En heel veel succes voor de toekomst.